Hoor je welkom bij een nieuwe video. Abonneer je zeker even op het kanaal van Kim. Hoeveel langer je dan bent voor hem. Volgens mij elke keer dat ik jou zie ben je net 1, 2 centimeter lang. En ik zou zeggen, wil je meer zien? Abonneer dan op het kanaal van Kim. Ja, daar gaat het dan. Subscribe to the YouTube channel and be a best. Hoi, welkom bij een nieuwe video. En deze video ben ik in Spanje. En niet zomaar in Spanje, maar in Costa del Sol. Hier zo is namelijk mijn appartement. En zoals elke vakantie laat ik die natuurlijk ook zien aan jullie. Ik zit hier op een park van Pierre Vacances. En in samenwerking met een Nederlands bedrijf die jullie misschien meer kennen. Centerparks, dus een Centerparks in Spanje hier zo. Hoe leuk is dat? Costa del Sol is ongeveer een uurtje rijden van Malaga en dat is het vliegveld hier zo. Dus dat is heel erg nice, want je hoeft dus niet heel erg lang in de auto te zitten met de hitte hier zo. Maar in deze video laat ik dus het hele park zien. Mijn appartement natuurlijk aan het eindvideo. En ik geef nog wat voordelen en nadelen als je hier zo zit. Dus kijk vooral de hele video uit om dat ook te zien. Nou, verspreid over het park zijn er ook heel veel leuke dingetjes die je kan doen. Zo hebben ze hier zo achter me een basketbal en een voetbalveld. Overdag is het natuurlijk een beetje heet, maar in de avond wanneer het afgekoeld is, is het wel heel erg leuk om hier nog even langs te gaan. Ook hebben ze hele leuke tafeltennistafels. Er staan er 3, dus je kan met lekker veel. En ik heb hier dan ook al een avondje staan pingpongen. En toen waren alle 3 de tafels bezet, dus het is erg populair hier zo. Ook is er een klein supermarkt hier zo op het park. Het is niet een heel groot winkeltje, maar je kan gewoon je croissantjes en je stokbrood hier halen. En het is best lekker en niet zo heel erg duur. Ook hebben ze een hele leuke kidsclub en een animatieteam. Zo is er elke avond hier zo bij dit podium wel iets grappigs te doen. Vanavond hebben ze een soort crazy dance. Dus achter me zie je ze al klaarstaan. Maar soms hebben ze ook gewoon een normale dance of een mini disco. En een Disneyavond waarin ze allemaal Disney muziekjes en dansen gaan doen. Dat vond ik zelf heel erg grappig. Maar heel veel leuke dingetjes hier zo dus ook. Voor de allerkleinste is er ook nog een speeltuintje. Alleen een klein tipje. Er is een glijbaan en ik zal overdag, wanneer het 35 graden is, niet van de glijbaan afgaan. Want dan heb je straks een gebraden kont en dat wil je denk ik ook niet. Nou, het park heeft eigenlijk 1 grote hoofdweg. En hier zo kan je ook je huurauto neerzetten. En het is echt een grote tip om die wel te nemen hier zo. Want je zit niet echt in een dorpje of een stadje. En er rijden ook geen taxis of bussen hier zo. Nou, aan deze weg zit de receptie. En het is best wel een mooie receptie. Ook vanaf hier zo is dit eigenlijk het midden van het park. Als je steeds verder naar beneden loopt, kom je steeds meer dingen tegen waar je, die ze hier zo hebben zeg maar, op het park. Zo zit achter de receptie bijvoorbeeld het zwembad. En dit is best wel een groot zwembad. Het is niet het enige zwembad. Er is er nog eentje die ik zo aan jullie laat zien. Ik vind het een heel erg leuk zwembad, want hij begint best wel ondiep. En hoe verder je naar beneden loopt, hoe dieper hij wordt. Dus dat is heel erg gaaf. En er zijn niet zo heel veel bedjes, maar ik heb tot nu toe nog geen enkele dag gehad waarin ik geen bedje in had. We zijn hier met z'n 4 natuurlijk, dus soms hebben we er 2 gehad, soms 3. Dat hangt er een beetje vanaf hoe druk het is, maar de grond ligt ook gewoon heel erg lekker. En de animatie doet elke vrijdagavond hier zo nog wat leuks bij het zwembad. En dat laat ik nu even aan jullie zien. Het is inmiddels vrijdagavond en het zwembad is officieel al gesloten. Maar als je goed achter me kijkt, zie je nog mensen in het zwembad zitten. Dat komt omdat elke vrijdagavond om 9:30 een poolparty begint. En dan gaat het zwembad open en dan is een animatieteam die gaat dansen. Je mag tot nog echt wel ruim tot 11:00 in het zwembad. En het is echt super leuk en gezellig. Er zijn ook heel veel Hollanders die hierop afkomen. Dus je kan hier echt ook nog gezellig met wat vrienden naartoe gaan. Dus ik ga ook nog even het water in springen. Nou, zoals ik al zei, is er ook een tweede zwembad en die zie je hier zo achter me. En officieel volgens de site zeggen ze dat dit een volwassene zwembad is. Wat ze hiermee bedoelen is dat je een zwemdiploma nodig hebt om in dit zwembad te gaan. Want er is geen badmeester bij dit zwembad. Wat ook slim is om te weten is dat allebei de zwembaden van 10 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds open zijn. Voor de rest is het park best wel heel erg schoon en netjes. Ik heb ook geen ongedierte gezien, dus dat is ook heel erg fijn. Dan is er wel een ander nadeel. Er zijn heel veel leuke fonteintjes, zoals hier achter me. Maar die staan allemaal niet aan. Ik weet niet door wat voor redenen, maar in ieder geval, ze staan niet aan, wat ik wel heel erg jammer vind. Ook zou er een heel leuk watervalletje zijn met een klein zwembadje nog bij het grote zwembad. Maar ook die is niet aan, wat ik echt heel erg jammer vond. Want daar had je wel heel mooi uitzicht op Gibraltar. En zelfs nog een deel van Marokko kon je zien daar. Mocht je er nou een langere tijd zijn of je hebt niet zoveel kleding of handdoeken mee, kan je ook nog wassen. Zo zijn er wasmachines en drogers. Dit zit wel een beetje verstopt, want ik had het eigenlijk
ik nog helemaal niet zo goed gezien. Je moet even omhoog lopen naast het supermarktje. En daar zit een klein gangetje waar laundry staat. En daar is dus dit kleine kamertje. Nou, ik ben hier een rondje aan het doen over het park om te laten zien aan jullie. En ik kom random gewoon Franse kinderen tegen. Nu is mijn Frans niet de beste, maar ik kan een beetje Frans. Dus ik ga ze vragen wat ze van het park vinden. Goed. Nou, hier zo bij het park zit ook een all-you-can-eat restaurant. En dit is maar voor €16 per avond. En hier zitten trouwens de drankjes niet bij in. Maar je kan wel echt van alles eten wat je wilt. Dus het is ook echt een tip om hier avondje te eten, want het is best lekker. En ik zal even laten zien wat ze allemaal hebben. Dan zou ik natuurlijk ook nog de voor- en nadelen van dit park vertellen aan jullie. En laten we eens beginnen met de voordelen, lekker positief. Dan begin ik bij nummer 1 en het is heel erg schoon en veilig hier zo. Zoals je achter me ziet is er een poort waar je echt alleen maar met de auto binnen kan met het pasje die heb je gekregen voor je kamerdeur. Ook is er dus een vet groot hek, dus dat is heel erg fijn, waardoor het dus heel erg veilig voelt als je binnen bent. Ook is het heel erg netjes dus, zoals ik al eerder zei. Het is niet dat je overal troepjes of zo ziet liggen. Dus dat is heel erg nice. Dan is het heel erg huisdiervriendelijk, dit park. Je mag gewoon in elk appartement een eigen huisdier hebben. En die mag je, als je bijvoorbeeld een hondje hebt, mag je die ook gewoon uitlaten over het hele park. Dus dat is best wel fijn. De animatie is ook heel erg leuk. Maar voornamelijk is het gericht op kinderen van de 12 jaar of jonger. Dus echt een beetje tot en met groep 8. Dan heb je natuurlijk wel weer de poolparty die voor iedereen eigenlijk best wel erg interessant is. Dus dat is heel erg leuk. En waar we zelf heel weinig last van hebben gehad is dunne wandjes. Dus we hebben niet zo heel veel gehoord van de buren. Dat kan natuurlijk gewoon aan ons appartement liggen. Maar ja, ik vond het in ieder geval heel erg chill. Dan zal ik natuurlijk ook nog even de nadelen aan jullie vertellen. En er is eentje waar ik heel veel last van heb gehad. En dat is namelijk dat ze echt hele slechte wifi hebben hier zo. Het is een gratis wifi, maar hij werkt echt vet slecht. Op een of andere manier heb ik het toch weten te fixen. Het is heel erg moeilijk, maar daarom kan ik het ook niet echt uitleggen. Maar ik heb een VPN aangezet, waardoor het dus wel lukte. En het was eigenlijk even snel als mijn 4G. Dus dat was heel erg chill en meteen een tipje voor jullie. Want zet dat aan, want anders heb je echt hele slechte wifi hier zo. Dan zit echt niks in de buurt hier zo. Dus je moet echt een huurauto hebben om naar dingetjes toe te gaan. Dan zijn er dingen wel heel erg dicht in de buurt. Dus heb je op 5 minuten een afstandje. Op 5 minuten afstandje een strandje. Of binnen een half uur sta je in Gibraltar. Dus dat is wel heel erg leuk. Dan zijn de bedden op zich best wel slecht hier zo. Het is best wel hard. En na 2 dagen zat ik van, oh god, moet ik hier nog 2 weken op liggen? Maar je begint er wel een beetje aan te wennen. Ook krijg je heel erg weinig beddengoed en handdoeken. Maar als je hier zo naar de receptie toe gaat en je klaagt erover, doen ze wel meteen alle minuut er wat aan. Dus wel weer ook een beetje negatief met iets positiefs. Laten we dan nu eindelijk naar het appartement gaan. Nou, dan laat ik natuurlijk ook nog het appartement zien waar ik hierin zit. En ik zit hier zo op de 2e verdieping. Dus kom naar binnen, want dan laat ik de binnenkant aan jullie zien. Nou, de deur moet je hier zo openmaken. Niet met de sleutel, maar met een pasje. Dus ik ga hem even openmaken en dan zie ik jullie binnen. Als je dan binnen bent, dan is het opeens vet cool. Want buiten is het warm en binnen staat de airco aan. Dus dat is lekker. Als je in de hal binnenkomt, dan heb je eigenlijk al meteen je eerste deur. En hier zo is de grote master bedroom, om het zo maar even te noemen. Dit is het grote tweepersoonsbed met een bureautje en een best wel grote kast. Dus dat is nice, kan je al je kleding kwijt. Want ja, die heb je mee als je 2 weken weggaat. Dan heb je al heel snel een tweede deur. En dit is een best wel smal kamertje, want dit is de badkamer. En hier zo helemaal achterin zit een wc en een bidet. Ik vind het altijd grappig hoe je dat uitspreekt. En een heel erg leuk een bad met een douche en een soort wasrekje. Heel schattig. En lekker smal dus. Dus ook lekker een vakantiegevoel. En natuurlijk gewoon een wasbak met een spiegel en nog wat opbergruimte. Dan gaan we weer terug. En als je dan door de grote deur komt, kom je eigenlijk in het main hall eigenlijk. Hier zo heb je gewoon een grote lekkere eettafel. Het is een 4-persoonskamer, dus ook 4 stoelen. Dan heb je een keuken met een inductieplaat. Dat vind ik best wel chic, want dat hebben we niet vaak. En gewoon een koffiezetapparaat.
een waterkoker, een magnetron ovendingetje en een afwasmachine. Dus dat is ook heel erg nice. En natuurlijk gewoon een koelkast. Dan heb je hier zo nog twee banken. En deze banken kan je ook omtoveren tot bedden. Er staat hier zo eentje en aan de andere kant ook één. En een heel schattig klein tv'tje. Vet schattig. En dan helemaal aan het eind heb je nog het balkon. En wij hebben zoveel geluk dat we zeezicht hebben. Want, oh vogel, die heb je dus niet veel zeezicht huisjes hier zo. Maar het is echt enorm mooi. Hier zo staat gewoon een mooi tafelstuinsetje. Dus kan je gewoon lekker hier zo ontbijten en zo. En het uitzicht, echt, ik kan er niet over stoppen. Het is heel, heel mooi. Dus dit was de video van het appartement hier zo en natuurlijk het hele resort. Vonden jullie het nou een leuke video? Doe natuurlijk zoveel mogelijk duimpjes omhoog. Abonneer je op het kanaal en zet natuurlijk een vette leuke reactie onder de video. En zie ik jullie in de volgende video weer. Doeg!